We gaan beginnen met jullie. Hi YouTube! Livestream, het is vandaag 14 mei. We zijn aan het livestreamen. Blij, blij, blij. Eevee is ook blij. Hij is hartstikke blij. Zou het niet zeggen, maar hij is hartstikke blij. Mag wel wat beter in beeld komen. Kom eens even dichterbij. Zo. Beetje dichter in beeld zo. Een beetje de camera draaien. Zo, hartstikke gezellig. Goed. Heb je al Eevees? Ik was niet in de vorige stream. Ja, dan moet je de YouTube-serie gaan volgen. Want we gaan niet over het verleden praten. Want YouTube is erbij en dan wil ik dus niet te veel spoilen. Al hoop ik dat iedereen die dit op YouTube kijkt wel de vorige... via livestream of via dingen heeft gezien. In ieder geval YouTube, ik ben hier niet alleen. Ik heb mensen gezellig bij op Skype. Hallo, mensen van YouTube. Leroy en Blob. Nog eentje, maar die is gevlucht. Ja, die is even boodschap aan het doen, want ja, met Pinksteren zijn de winkels dicht. Dus vandaag. Goed, in ieder geval, vorige livestream, oftewel een vorige aflevering van YouTube. Hoe lang ga je streamen? Ik moet namelijk nu weg, maar ik kan dan later wel komen kijken. De stream is pas net begonnen. Dus... even tussendoor. In de vorige aflevering zijn we naar onze eerste boom toegegaan. Die boom, dat was... ik weet niet meer welke Pokémon dat was. Het was geen boeiende Pokémon. Ik had echt zoiets van, meen je dit serieus? Ja, dat meende ze serieus en ik was diep teleurgesteld. En gingen we dus kijken welke random Pokémon we tegen konden komen hier in dit gras. Hier. Dus laten we maar kijken. Misschien komen we als eerste encounter een Eevee tegen. Yay. Het is een Talo. Ik ben teleurgesteld. Het lijkt erop, maar dan toch een beetje anders. Nou ja, ik ben Sabrina nog steeds aan het trainen, dus ach ja. Eevee! Eevee hype! Loopt hij bij mij vast of is dit altijd zo? Ik denk dat hij bij jou vastloopt. Want ik zie hier tot nu toe... ja, er zijn wel een paar frames drops, maar echt veel te weinig om dat eigenlijk op te vallen, dus... It's a Magikarp! Was maar waar. Dan zou Mimi heel erg blij zijn. En dat zou de grootste troll zijn, want Mimi is namelijk nou boodschappen doen. Maar ja, we hebben nog meer encounters, we hebben nog meer encounters. We gaan 10 encounters weer, op deze route. You gotta be shit! Alweer een legendary? Ik heb nog niet eens zin om legendaries nou. Ik ga deze nog niet eens vangen. Ik heb er geen zin in. Maar legendary. Ja, maar dit is al 13. Ik ben de count kwijt. 12, 13. Woeper! Oh, die moet gewoon gevangen worden in verband met reference naar Crystal. Nee, 10 hadden we al gehad. 10 hadden we al gehad, dat weet ik zeker. Maar deze die moet gevangen worden. Woeper moet gevangen worden. Die had ik namelijk in mijn Pokémon Crystal Let's Play had ik hem ook. Die moet gewoon gevangen worden. Oké, wie van jullie weet nog de nickname die ik toen had gegeven? Gaan ze allemaal nou snel opzoeken. Hopelijk is dit niet dodelijk. Oh maar, goed zo, perfect. Niks meer aan doen. Imola weet het nog! Kinkyheid! En Triangle Man weet het ook nog. Ja, daarom wil ik hem vangen gewoon als reference. Oh, heel de chat. Kinky uit, kinky uit, kinky uit. Kinky hard. Ja, de reden is... Woeper die is zo vrolijk en blij zonder handen. Die is altijd aan het lachen. Ja, daarom vond ik eigenlijk wel deze. Die moet er gewoon in. Ja... Dus die krijgt ook dezelfde naam, gewoon Kinkyheid. Dus nice. Een van je beste series. Ja, ik wil meer Pokémon doen, maar ja, dat kan alleen maar als ik die capture card heb. Dus want ik wil dus eigenlijk Alpha Sapphire doen als Let's Play. Die lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Plus dan kan ik ook Shiny Hunts en alles op camera doen en livestreamen en zo. Die Let's Play die is best lang geleden. Ik weet niet meer hoe lang geleden, maar best lang. Oké, nou in ieder geval Kinkyheid. We hebben hem weer. Niet voor onze party, maar... hij moet er gewoon bij. Ja. Kinkyheid. Ja, Pokémon Crystal, daar zat heel veel werk in, maar was echt een hele leuke Let's Play om te doen. Even kijken, ik schrijf het ook toch wel goed, hè, Kinkyheid. Ja, ik schrijf het wel goed.
Nee, er staat hi-dit. 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 Kinky help, oh nee. Zeep, je bent mijn favo street. Dankjewel, yo bro playing. Dankjewel. Lief compliment, dankjewel. Sleep. In box 18. Shiny hype voor Zeep in deze game. Die kans is 1 op 8192? 94? 92. Wat was het nou? 192 of 194? 8100. Ja, één van die twee. Nou ja, in ieder geval, we hebben drie. Nee. Weer een Venusaur? Nee. Ja, voor jullie is het lastig, want jullie die zien het. Jullie horen mij en het beeld is trager, geloof ik. Ja, we zien je pas later. Nou, neem even audio commentaar over. Ah, 92. 8192. Dankjewel. Neem even de audio commentaar over. Doe iets. Oké. Ja, we zien het pas later, dus weet maakt niet uit. Maar ik had gezien dat je ook een Pokémon had die met de naam Jaxel. Dus ja. Weet dat? Ik zal hem eventjes vooraan in het team gooien. Ja, dan kan ik hem zien. Kan ik even kijken hoe jij hem gebruikt. Dat klinkt fout. Nee, zijn moes bedoel ik. Want ik gebruik natuurlijk Absol heel vaak. En ik, dat is natuurlijk ook een van mijn favoriete Pokémon in mijn team. En misschien, omdat je nou ook Jaxel heet, dan heb ik wel hoge verwachting voor jou. Nou, ik heb nou net aangevallen. Ja. Wil je Flygon vangen? Nee! Ik wil Eevees vangen. Hier, op Jaxel gaat zelfs weer een level omhoog. Kijk, take that. Nou, volgens mij komen we hier geen andere Pokémon meer tegen. Volgens mij kunnen we maar beter... Nou ja, je hebt nog altijd... Wacht eventjes, het is zaterdag vandaag, toch? Yep, de hele dag. Was die bugcompetitie niet op een dinsdag, donderdag en zaterdag? Of was het nou dinsdag, donderdag en zondag? Ik weet het niet meer. Dat heb ik ook niet weten. Van Pokémon Silver en Gold had je namelijk de bug-competitie. Ik heb net een onderzoek. Investigation mode. Je bent een advocaat. Je bent geen detective. Ja, maar soms moet je ook informatie verzamelen. Ja, hij heeft evidence nodig. Ja. Ja, nou, okay, ja, dat zit in. Hé, hey, daar. Leuke week gehad, Zeep. Hartstikke druk en hartstikke warm. Dus, ja, en nogmaals, sorry dat ik dus niet voor Flygon ga. Maar ja, dan zou ik dus eigenlijk... Ja, het is jammer... Volgens mij had... Scyther of Buckerboy... Bugboy... Ik weet niet meer hoe ik hem heb genoemd. Volgens mij had hij Falswipe. Dus... Zijn er weer giveaways? Als we een Eevee vinden, heb ik inderdaad codes. Of ik heb nog één code over. En misschien dat ik zelfs nog een extra Legendary over heb. Maar dan moet ik heel eventjes kijken. Ik heb een 3DS heb ik hier bij me liggen, dus... Kijk, hoor het. De bugcompetitie is dinsdag, donderdag en... Zaterdag. Yes! Jongens, bugcompetitie hype! En aangezien dat het een randomizer is, wie weet welke Pokémon dat er tegen kan komen. Oh, dit gaat leuk worden, jongens. We gaan gewoon een bugcompetitie doen in de randomizer. Misschien komen we een Eevee tegen. Vandaag is het juist niet benauwd. Vandaag is het eigenlijk best cool, eigenlijk. Het is echt frips. Lekker mooi windje erbij. Ja, nou... Een fris windje. Moest dat... Oh, ja, serieus? Ik hoef jouw ruftprobleem niet te weten. Objection, dat is... Wat is bugcompetitie? Nou, voor de mensen die de Pokémon Crystal Let's Play hebben gezien... Elke dinsdag, donderdag en zaterdag... Omdat Pokémon Silver en Gold was de eerste game... Die dus op real-time werkte... met dag-nacht systeem en datum-week systeem... Hadden ze dus elke zaterdag, of elke dinsdag, donderdag en zaterdag had je dan een competitie waar je in mee kon doen. Om dus bug-Pokémon te vangen en dan kon je prijzen mee winnen. Nou, aangezien dat het bij SoulSilver precies hetzelfde werkt. Kunnen we dus, omdat het zaterdag is, een bug-competitie doen. Op Jaxel! Scheten zijn natuurlijk. Oké, sorry gelukkig Leroy. Wel. Ja, gelukkig wel, ja. Moesten de meesten toch naar de dokter toe. Ja.
Of ze worden aangeklaagd. Ja, dan hebben we onze advocaat. Ja. Misschien moeten we niet hopen op Eevees. Altijd hopen op Eevees. Eevee is love, Eevee is life. Altijd hopen op Eevees. Ja, sommigen hopen denk ik op een Magikarp. Ja, Magikarp, hè. Jackson. hierachter trouwens, ja, daar hebben we nou weinig te zoeken, dus... Nou, we hebben in ieder geval gesaved. Ik weet niet, volgens mij is dan Buggerboy eigenlijk het beste om mee te nemen in verband met Falswipe. En die heeft de Vacuum Wave. Ik luister serieus naar Objection Team 2001 Leroy. Ik heb precies wat je bedoelt. Ja, vind ik dat wel zo'n thema als die... Ja, Meertje, ik weet het, maar dat is inderdaad van... Ja, we hopen niet op Eevee, maar toch stiekem... Het spel weet toch wel dat we op Eevees hopen. Dus, ik bedoel, er zijn te veel Eevees in beeld, dus... wie zijn dat op de achtergrond? Geheim. We hebben Geheim en... Leroy. Ik dacht dat er nou op Jaxxel zou komen, maar... Jaxxel, nee, dat is... En nog een muurmember, die is nu even aan het vissen. Die komt straks terug. Ja, die is op Magikarp jacht. Nee, hij is naar Mount Moon. He's hunting for his Gyarados. I hope I find him soon. He light the place with a Pokémon if I have one that new flash. even kijken, want volgens mij... welke moves had hij? Ja, hij heeft Falswipe en Vacuum Wave en Cut is ook nog eens een keer. Ik denk... Ja, jongens, wat denken jullie? Wat denken jullie? Zou ik Objectsel meenemen naar de bugcompetitie? Of zou ik Buggerboy meenemen in verband met Falswipe? Wat denken jullie? Chat, laat het eventjes weten. Dat is op zich wel een goede vraag eigenlijk zo, hoor. Ja, het... Nee, ik zou zeggen natuurlijk Objectsel, maar ja. Ja, of Waterkip. Of Waterkip. Welke moet ik meenemen naar de bugcompetitie, jongens? Oeh, eentje voor Jaxxel. Ja. Nee, Buggy Boy. Ik zie al twee... Nee, wacht. Nee, Buggerboy. Nee, eentje. Jij hebt op Jaxxel, Crazy Gayan. False five for the win. Buggerboy. Buggerboy. Oeh. Ja, twee. Twee voor op Jaxxel. Buggerboy is drie. Buggerboy. Nee, Gertje. Gerrian, serieus. Laatste warning. Nee, iedereen zegt Buggerboy. Oh. Definitely Buggerboy. Objection is steeds een fake play. ja, nou is het jouw taak om nou keihard te schreeuwen. Objection. Objection, dat is niet goed. Dat is niet waar, man. Waar hebben jullie het over? I'm going to this paper. Oké, Buggerboy wint, jongens. Hi. Today is Saturday! That means the bug contest is on today! The rules are simple. Using one of your Pokémon, catch a bug-type Pokémon to be chased. Ik ga je daarop quoten. Catch a bug-type Pokémon. Ik quote je daar nu al op. Would you like to give it a try? Tuurlijk! Oh, you have more than one Pokémon. You will have to use Buggerboy, although it's a girl, to first in Pokémon in your party. Is that okay with you? Ja, natuurlijk. Maar nee. Enig bewijs tegen Buggerboy, hè? Oké, we hebben sportballs hebben we dus gekregen. En ik weet niet of dit trouwens met randomizer... Ik ga er vanuit van wel. Ik neem aan dat dit met een randomizer gaat werken, maar... Komen we hier dadelijk alle evoluties tegen. Oké, Buggerboy. Nou, die smiled vanochtend hoor. Die looks very happy. Die heeft er dus echt zin in. Oké, dus we hebben 20 ballen, we hebben 20 minuten, dus we mogen gewoon het gras induiken en kijken welke Pokémon dan tegenkomen. Nou weet ik dus niet of dit randomized is of niet. En ik denk van niet, omdat de eerste Pokémon die we tegenkomen is een Weedle. Maar dat wil nog niks zeggen. Ik zal heel eventjes... Kan ik hier 7? Nee, ik kan niet 7, oké. We gaan het gewoon proberen. Maar ik ben bang dat dit niet gerandomized is. Nee, dit is niet gerandomized. Dus dan zit er geen fun in. Wij gaan gewoon voor die pinser en we breken dit al af. Jammer. Dat is inderdaad jammer. Ik had eigenlijk wel een randomizer gehoopt hierin. Dat zou leuk zijn geweest.
Jongens, we gaan hier ook niet te veel tijd in besteden hoor. We gaan gewoon hem eventjes op 1 HP gooien. Oh nee, wacht eventjes. HP was ook heel erg belangrijk. Nou ja, dan gaan we gewoon naar ballen chunken. Ik bedoel, ik herinner me dat HP een belangrijke factor was en wat voor Pokémon dat je vangt. Dus ja, daarom. We gaan gelijk... nou, we hebben een Pokéball dadelijk. En daar winnen we wel mee of we winnen niks. We zien wel. Nou, dit gaat heel veel schade doen. Precies, ze zijn 13. Nog even checken of het echt niet random is door nog een Pokémon te zoeken. Nou, de kans dat we 2 bug-Pokémon die je oorspronkelijk vindt... tussen 400 zoveel Pokémon, 492 geloof ik. Nee, dit is definitely niet random. Nee, dit is echt niet random, jongens. We hebben nog maar 14 HP. 1, 2. Blijf gooien. Blijf Pokéball gooien. Ik doe het. Zo, lukt hij een beetje? Nee, we hebben een bug gevonden in de randomizer. Oh. De bug catching contest is niet gerandomized. Dus een bug in de bug... Ja. Nou, dat is een hele specifieke bug. Ja. Dat wisten ze al, daarom... Hij probeert hem nu ook te vangen. Ja. 2... 3... Yes! Nou, we hebben dus een Pinsir die geen nickname gaat krijgen, omdat het is de enige Pokémon die dus niet in de randomizer zit. En om eventjes de andere kijkers heel eventjes tevreden te stellen, we komen nog wel 1 random Pokémon tegen. En ja, dan kunnen we zien of het inderdaad random is. Zul je nou in één keer zien, Eevee? Hier, Scyther. Dit is zo niet random, jongens. Dit is gewoon... Nee. Gewoon nee. Nou, ik kan het enigszins in die contest wel begrijpen, want... de beoordeling van de contest, die is natuurlijk gebaseerd op bepaalde Pokémon. Ja. Dat kan misschien lastiger worden anders. Ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. De winners. Op de 3e plaats is Ed, die een Pinsir heeft. Oh, nou maak ik me al zorgen. Ik heb ook een Pinsir. Josh met een Metapod. Hoe is een Metapod beter dan een Pinsir? Hij kan handen gebruiken. De Skullkid met een Weedle is nummer 1! Tuurlijk. Die kan je voor de en de rest krijgt een Shed Shell. Sinds wanneer krijg je een Shed Shell? Nou ja, dankjewel. Dus, we hebben een Pinsir op de 3e plaats die... Ik heb ook een Pinsir gevangen, maar nee, die Pinsir van hem, waarschijnlijk was die randomer, weet ik veel. De 2e plaats was een Metapod. Een Metapod! En de grand winnaar is... Is gewoon, give her a nickname. Ja, ik noem deze gewoon de grootste onzin hoe dat het mogelijk is. Oftewel samengevat, boter! Met 6 uitroeptekens. Nou ja, uiteindelijk... Ik vind dit toch best wel aardig random. Hij krijgt geen naam. Jawel! Ja. Het is echt random dat een video heb gewonnen. Dat, Op Jaxel! Goed, wij gaan gewoon op Jaxel naar voren weer gooien. En we gaan eens kijken welke Pokémon dat we hier naar tegen kunnen komen met de randomizer actief. National Park. Dat zijn er 5. Nou en, ik ben gestrest. Dit was zinloos. Ik ben gekwetst. Ik heb een advocaat nodig. Vertel, waar zit je dwars? Bug catching contest was niet random. Het was een bug.
Ja, daar heet ook bug protection. Ja, maar dan had je toch ook derde of vierde generatie bug Pokémon tegen kunnen komen? Nee. Objection, maar dat komt niet. Nou, we hebben in ieder geval een quick claw, want die krijg je gratis van dat mens hier. Laten we maar kijken welke random Pokémon we hier tegen kunnen gaan komen. 10 encounters weer. En we hebben hier eerst een trainer battle. Ooh. My Pokémon is Simply Darling. Let me tell you how proud my darling makes me. Ah. Oké, nou je hebt dus heel veel Seedots. Maar je hebt een Jingling als Pokémon. Jigsaw! Dat oude volgebruik is eerst? Pursuit, dat is super effectief. Leo is er geen aanval. Of het ene gaat wisselen. Is hij nog sterker? Nou, ik weet niet. Op Jigsaw is al level 22, dus ik denk inderdaad ook wel eventjes een andere Pokémon. Nee, je krijgt mijn telefoonnummer niet. Je hebt geen Eevee, je hebt Eigenlijk is het wel grappig, want Jingling is zo'n belletje eigenlijk. Maar een Soothbell is ook zo'n belletje. Dus is dat een health item ook eigenlijk ziek in een Pokémon? Ah. Plot twist? Een plot twist. Ja, we vragen nog ons altijd af waar voedsel van gemaakt is. Fruit. Dieren. Manipula. Vraagtekens. Als je niet alle evoluties kan vinden en wel een Eevee, ga je dan evolueren? Dat weet ik nou nog niet. Evolueren! Waarom wil iedereen dat jij evolueert? Zodat je niet zelf genoeg bent als Eevee zelf. Oké, eerste random encounter. Het is een... Nog niet heel positief. Een Magikarp. Ik zeg het expres niet, omdat hun dan namelijk ook nog wachten en niet weten wat het is. Dat kan mij. Oh. Au. Encounter nummer 2 is dezelfde. Dat is een klein bloentje. Ik heb geen beeld en geluid. Kan iemand mij helpen? Misschien het geluid aanzetten. Misschien je computerscherm aan. Oh, dat is wel heel gemeen. Misschien je computerscherm aanzetten. Misschien je PC opstarten. Ik ben gemeen. Nou, maar je kan aanklagen tussen 9 en 5, maar je nummer is 555. En vraag en opmerking, ga naar vragenopmerkingen.nl. Ja. Zelfde Play 20 Studios is niet aansprakelijk voor als de website niet zou bestaan of niet gevonden kan worden. Sorry, ik moest er even bij. Een Piloswine! Waarom ook niet? Oeh, Power Snow. Dat is... Ouch. Dus het is super effectief tegen super effectief. Leuk. Nou ja, Bugaboy gaat er in ieder geval een level van omhoog. En een Raticate, dat is geen random Pokémon. In de oorspronkelijke games heeft iedere Pokémon trainer een Raticate. Maar deze is speciaal. Omdat? Leg uit, Blob. Omdat deze surf heeft. Ja. Maar ik gebruik hem waarschijnlijk niet. Nee. Sneaky. Objection. Niet toegestaan hier. Nee, ja, heb gelijk. Ik heb zijn surf nog niet mee, dus... Ik wil je nummer niet! Waarom wil iedereen een nummer hebben? Serieus. OMG! Nee! Nee! We hebben net de gym gehad. En hij overleefde de hele beest! Ah, die moet gewoon gevangen worden. Ik moet gevangen worden. Yo bro playing, bedankt voor de follow, je bent geweldig. Dat is een relietje als je Pokémon hebt gevangen. Maar ik heb hem nog niet gevangen.
Ze vinden je knap, CB20, daarom willen ze je nummer. Maar ik ben helemaal niet knap, ik heb een snor. Definitie van mijn snor. Miltek has come to hunt you, CB20. Ik weet niet waarom, maar echt, Miltek die laat me gewoon nooit met rust. Nog een keer weer. 2. Zo close. Nou ja, gelukkig kent deze geen milk drink. Nou, weet je waar? Ik gooi wel even een great ball. Great ball. By the way, ZP, herinner je me nog? Game Master van GamePit.com. Hartstikke gezellig. Ik zie heel veel mensen, dus... En Miltek is gevallen. Nou, als van Pixelmon weet ik dat iemand een Miltek heeft. Dus die geeft ik nou ook echt de exclusieve kans om hier eventjes een leuke nickname voor te geven. Mime! Hoe moet ik dit kreng noemen? Ik zou zeggen Milka van de Milka Chocola. Nee, de slijpreclame. Oh, ja. Nou, dan Bertha. Bertha. Bertha 52. Bertha 2. Ja, nee. Nee, zo had jij... Zo heette jouw Miltek toch? Ja. Ja, sorry chat. Deze die... Ja, Mimme die had een Pixelmon. Het eerste Pokémon die hij had gevangen was een Miltek om mij te zieken. Dus vandaag... Dat klopt. Oké, nou we hebben hier in ieder geval nog steeds 7... Ja, 7 encounters die we dus nog tegen mogen komen. Dus wij gaan gewoon eventjes door. Want die Paula is een koe. Ja, maar dat is ook slijpreclame, jongens. Dus een slijpreclame, daar ga ik niet aan beginnen. Paula niet. Paula ook. Nou, in ieder geval 4 encounters. We hebben er nog 6 te gaan. Waar is mijn Eevee? I'm hunting for an Eevee. I'm searching for Vaporeon. I think it's in the grass. Het is een watertype, maar het is niet Vaporeon! Waarom taunt je me zo'n spel? Het spel houdt van je. Ja. Of niet? Het is een watertype. Pokémon Soul Silver, you start. It's super effective. play best out. Wat is het met al die legendaries? Waarom? Ah, en hij is level 16! Wow, wacht even, hold it. Een trainer met een legendary? Ja! Objection? Ja, best wel. Wow, een vader met een kind op zijn rug heeft een legendary. Ja, deze die heb ik voor mijn kleine zoon gevangen. Ja. Een Groudon! Die wou een Pikachu. Ik zei, nee, ik krijg een Groudon. Legendary count 14. Of 12. Wat is het nou? 12 of 14? Triangle Man, dankjewel voor de follow. Je bent geweldig. Nee, er komt geen counter. En Buggerboy die is neer. Bij twijfel... Bel naar ik twijfel. Nou, ik zit te denken van Noot, alleen daar heb je extreme droogte, dus water zal niet effectief zijn. Op Jaxel, die heeft een hele hoge attack. Maar volgens mij was Groudon vuur-steentype. Of was dat vuur-grondtype? Sowieso vuur. Ja, vuur sowieso. X, ja, ik zet waterkip in. Water, ja. Nee, waterkip is mijn vuurtype. Maar die kan double kick en dat is een fighting move. En het krenk en mutshot. Wauw. Gewoon raken. Goed zo. Kun je die followers ook voor mij zeggen? Oh, ja. Nou, oké. Okay. Jij hebt gefollowed en hij is niet binnengekomen. Dus, Xander Lansink, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Hij is niet in beeld gekomen, dat maakt niet uit. Alsjeblieft. Ga niet meer zo zeuren. Dan is je dag ook weer tevreden. Beste weekend ooit. Ja, we doen nog een double kick. Hopelijk overleven het.
Oh mijn god, scary face. Dat was zinloos, dankjewel. Gebruik dat nog een keer. Wordt de prijs gesteld. Gewoon een scratch? Oké. Okay. Wow, één gezicht. Eén gezicht. Krijgen er wel heel veel experience voor. Ik mis Meo... Meo Loetta. Wie is Meo Loetta? Dat is een muziekachtige Pokémon. Heeft een muzieknoot als haar. Dit is de tweede keer dat we jou tegenkomen. We hebben jou in het water gevonden. Oh, vlieg op! Dat was een vogelpokémon, toch? Wingull. Nee, je hebt een vogel met, zo, met de haren zoals nu zo. Nee, dat is weer een ander beest. Dit is een kip. Ah, een witkip. Nee, een andere kip. De waterkip. Ah. Ik weet het zeker, ik heb een grasaanval gebruikt op een Azurill in Pokémon Ei en het deed neutrale damage. Maar Azurill is toch ook part fire, fairy? Volgens mij fairy en water is het. Alcohol doet de speper. Maar Toadje kan niet vliegen, wel als ik hem hard genoeg schub. Ik bedoel, we hebben waterkip al. Oh, je hebt heel veel Pokéwalkers bij je. Nou, ik heb mijn Pokéwalker hier toevallig. Dus, en welke Pokémon zit erop? Magikarp. Nee, Flareon. Eevee. Flareon. Flareon. Ik heb Eevee naast me, dus hoe kan die dan in mijn Pokéwalker zitten? Daar ben ik nog niet achter. Nou ja, ik dacht dat je wel meerdere Eevee's had. Ja, dat heb ik ook wel, alleen niet in mijn party. Maar dat zijn er niet bij. Nee. Even kijken, hadden we deze Pokéball al? Nee. Wat zit hierin? Een skullfossil. Wat is het met al die fossielen? Ja, maar Fairy-type resist geen gras aanvallen. Waarschijnlijk wist die Fairy-type dat zelf nog niet. Als we kijken in mijn grote boek. Oh boy, hij pakt zijn boek erbij hoor. Ja, ik heb een boekje erbij met allemaal super effective, normal effective en... Ik heb Thunderwave, yay! Of nu wel, je wilt Google. Nee, zo'n boekje, zo'n guidebook. Oh. Ja. Dat kan ik tenminste zeggen, according to this paper. Ja, want via internet kan dat allemaal niet. Ja, er zitten Eevee's in! In mijn testrun heb ik twee Eevee's al op dit punt. Daar heb ik een Eevee-on en een Flareon. Waar komen de plaatselijke fossiele brandstoffen vandaan? Op Jaxel! Juist. Een rare plek. Ja. Okay. Leuk dat je er weer bent! Game teametje! Hey, hoe was je vakantiemakker? Leuk dat je er bent, makker! Hoe was je vakantiemakker? Alles kidsmakker! Het was maar 5 dagen, dus ik dacht dat je langer wacht. Oh. Oké, nou we zijn in ieder geval weer terug op deze route. We hebben op Jaxel bij ons, want Buggerboy die is gefeind. No. Bestaat Eevee überhaupt? Ik zweer, die komen we deze stream niet tegen. Tuurlijk wel, we zijn deze hier al tegengekomen. Deze goede makker hier. Dus, en ik heb nu badges. Ik denk dat ik Sabrina nog heel eventjes vooraan gooi, want die kan dan nog even wat extra levelen. En het probleem is, we weten ook nog niet welke Pokémon we als eerste gaan vervangen op het moment dat we, de eerste evolutie tegen gaan komen. Wie van jullie is de zwakke schapen? Douwe Bob Songfestival. Lion King. And can you feel the love? Dat is geen Lion King. Lion King. Lion King, ja. Lion. Nee, joh, we maken hier zelf onze eigen songfestival, joh. Ja. Oh, goed. Lion King was awesome. Hé, makker, hoe gaat het, makker? Makker, alles goed, makker?
Lion King was awesome. A wimble web, a wimble web, 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 wimble web. Ga dan door! Sorry, ik dacht iemand anders gaat dan verder. Wij gaan gewoon verder dan. Objection! Ik heb door jou twee kanalen gevonden. Eén de Taulig en door de Taulig Janis TV Games. Oké, okay. Nou, leuk. Denk ik. I wanna be the very best. Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. Bam, bam, bam. Chat, ga door. Door. We hebben de chat nodig. Chat, ga door. Typ iets. Maakt niet uit wat. Pokémon. Ill feels. Gotta catch him all. My whole life had led to this. Ja? Geweldig. Mand. Magic card. Time to test my skills. I will travel. Oké, dat wordt helemaal gek. Ik hou niet van lava. Iemand houdt niet van lava. 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 Ik zit nu op mijn laptop, maar hij doet het nog steeds niet. Ik weet niet waar jouw probleem met Twitch is, joh. Bij iedereen werkt het gewoon. Dus er is dan iets mis met jouw internetconnectie, ben ik bang. It's Pokémon to understand. Ha 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 ha. Mand lava! Found the death inside. Oh nee, wacht. Hoe ging de parodie van de... Mail ook alweer? Mumee op Minecraft. Parodie van die mail ook alweer? Mumee op Minecraft. Oh ja, ik had een... zo'n mail item had ik gestuurd met ook een... Een soort parodie op de theme song, maar ik weet niet meer hoe die ging. Oh. Mijn vrienden en ik spelen altijd Pokémon in de pauze en dan ook met zelfgemaakte Pokémons. Zelfgetekende Pokémons. Of een zelfbedachte Pokémon. Je moet ook niet op je... Heel lang geleden heb ik ook zelfgetekende, zelfbedachte. Oh, trouwens de hint van de dag. Je moet ook niet op je laptop gaan zitten. Hint van de dag. Dat is eigenlijk best wel een beetje grof. Nou ja, ook van de Pokémon trainers zijn we nog geen Eevee of Evolutie. Ben ik eigenlijk helemaal geen... Heb ik geen problemen mee. Die kunnen we niet vangen. Dat is dan gewoon echt... Dat... Nee. En Zelda Player plus Eevee is Zelda V. Ah. Zelda V. Zelda V. Goed support. Zeep, als je een Pokémon was, welk type was je dan? Dan was ik super schokkend. Dan zou ik gaan voor de stroomsoort, omdat mijn favoriete Pokémon is en blijft Jolteon. En mijn alter ego Darkplayer, ja... Fill in the blanks. Sabrina, mis is niet zoveel! Sabrina! Heb je weer gemist? Als ik een type moest kiezen, dan zou ik voor vuur gaan. Maar jij houdt niet van lava. Ja, maar vuur ik zou is... me eigenlijk echt kapot lachen als jij als Pokémon inderdaad een slakma gaat worden. Dan ben je wat je haat. Ik hou niet van mezelf. Ik hou niet van mezelf. Nou, je zou maar zo'n Pokémon hebben. Bang lava, ik is jou. Ik hou niet van lava. Nee, terug. Je krijgt me hem niet. Een keer terug. Slakma, de depressieve Pokémon. En heeft altijd pech. Ja, ongelukkig. Ongelukkig. Slaak me! Deze Pokémon heeft altijd pech. Waaronder bijvoorbeeld dat hij helemaal niet van lava houdt, maar hij is vanzelf van lava. Even kijken. Zeep, please, wilt u even mand roepen? Oké. Okay. Nou, zelf vind ik doos vind ik leuker. Ja, wij hadden de grap doos.
Dat was toch bij First Look? Ja, First Look. Oh, geniaal. Ja, de hele tijd ik zo van... Doos! Ja, dat was met die Xbox-doos. Dat was van de Xbox. Ja, dat was bij hem in... Ik kan niet zo goed tegen dozen. En smash! Smash! Ah, ik moet straks kiezen bij wie een stream ik ga kijken. Maar ik heb zo'n zin in deze. Nou, dan is de keuze toch al gemaakt! Ja, ja. Makkelijke keuze. Yes! Oké, double battles. Yay! Let's battle! Alright, I'm bringing out a Pokémon! Oh ja, ik kies jou, keukenrol. Dan pak ik jou, fietsventieldopje. Oeh, keukenrol. Just mine. Fietsventieldopje, draai! Oh nee, keer terug, keukenrol. Ik kies jou, toiletpapier. Use wipe. Ja, use wipe again. Yo bro playing, niet spammen, dankjewel. Oh, wacht eventjes. Nee. Dan moeten we Astonish tegen gebruiken. En tegen... ik weet niet wat Heatran... Volgens mij is dat een vuur-Pokémon. Dat is een vuur-Pokémon, inderdaad. Ik heb namelijk nog steeds niet mijn Pokédex binnen, dus ik weet het niet. Ik denk zelf vuursteen, maar ik weet in ieder geval zeker vuur. Ja, according to his name is Heatran. Hey, Zee, een weetje over mij. Juist. Heatran is, by the way, ook een legendary? Nah, joh. Wel, nee, wel. Nee, niet meer. Oh, jij gebruikt de aanval die ik ook tegen jou gebruik. Wat leuk. Aanvalceptie. Weet je wat? Dan doen wij gewoon een bubble beam gebruiken tegen Heatran. Oh, staal, dat kan inderdaad ook. In ieder geval, ik dacht inderdaad iets... Als je mijn vrienden... Steen, staal... Wacht, je vraagt of ik een vriend een shout-out wil geven. Hij volgt me op YouTube, maar hij heeft geen account. Hoe kan ik hem dan een shout-out geven? Sowieso, jongens, shout-outs, dat doe ik niet. Daar begin ik niet aan. Iedereen die om shout-outs vraagt... Ik zelf vraag ook niet bij anderen om shout-outs. Dat is de meest slechtste manier om aandacht te vragen. Dus nooit doen. Ga er ook nooit om vragen. In ieder geval, lief dat hij me wil volgen. Joren, bedankt daarvoor. Maar ja, ga niet vragen om shout-outs, jongens. Dat moet je echt niet doen. Dat wordt echt niet op prijs gesteld. Mag ik een shout... Nick! Jij hoeft daar niet om te vragen, want... Nou krijg je hem nog niet eens meer. Hij is mijn thumbnail designer, maar... Oh, geef wel eentje. Objection! Dat had genoeg, om ik nog aan te spelen. Mimé, hier de lyrics. Weet je niet zeker dat het niet lyrics zijn? Krekels, krekels. Ja. Ja, dat is het leukste van punts. Die krijgen altijd leuke krekelgeluidjes. Ja. De Tauler, die vraagt nooit om een shout-out. Die krijgt ze gewoon... WAT DE NEUS! Objection? Waarschijnlijk is hij een legendary tegengekomen, maar ja, bij ons loopt het ook een beetje achter. Oh, inderdaad. Ja. Inderdaad, iemand zei dus straks dat je nog niks van legendary was tegengekomen. Heatran is inderdaad een legendary. Aha, dus... Daar heb je net tegen gevochten. Dus dan staat de teller al op 15. Maar was dat dan wel een legendary, die vuurtype? Volgens mij wel. We gaan even aan Google vragen. Ja. Ik weet niet meer hoe dat die heet. Iets met... Heatran. Ja, die. Ja. Ja. Zou ik weet je wat? Arceus, we gaan hem vangen. We gaan er gewoon een nickname voor vragen. Gewoon voor fun, omdat het is een legendary. We gaan hem gewoon vangen, jongens. Ja, Heatran is een legendary. It's confirmed. Oh. En Ghost. Dus dat is 15 dan. Dag Sabrina. I want to be the very best like 101 ever was. Oh, mine Arceus. Zeep. You're the best YouTuber, dankjewel. Ben jij Arceus? Wie kijkt de Simpsons? Arceus. Ja. Oké, weet je wat? Bij twijfel, we willen hem vangen op Jaxel. Use paperwork.
Nee, ga headbutten. Ja. Use that spiky hair of yours. Ik heb echt een obsessie op die headbutt. Oh, damn it! Gebruik touw, draag hem uit. Ga bluffen. Ik denk dat ik nou het beste voor Quick Attack kan gaan, want ik ben bang een critical hit te killt hem nou. Ik weet niet hoe hoog dat zijn catch rate is, jongens, dus we gaan maar ballen spammen, ben ik bang. Pokeball, go! Naar Arceus! Nummer 1, go! Dit gaat een tijdje duren. Yes, we hebben een half uur later. Volgens mij heeft Arceus ook een catch rate van 3 of zo. Wow. Catch rate is 3, ja. En 3% dat... Het is geen 3%, hè. 3% dat klopt niet. Je hebt namelijk een catch rate is 255. 255 van de 255 wil zeggen dat de catch rate enorm hoog is. Dat je hem heel... Pardon, dat je hem heel makkelijk kan vangen. En hoe lager deze, die is 3 van de 255. Ja, en dan met... 1, 2, 3! Ah! En het percentage van de HP die telt mee en of je een status effect hebt. Ja, maar slapen, ik heb je ook... Dat is een heel stuk makkelijker om dan te vangen. Paralyzed is... Ook een stuk makkelijker. Frozen was volgens mij het beste. Alleen dat is een beetje lastig om te geven. En dan Burnt en Poison. Ik weet niet meer of dat ook effect had. Ik dacht het wel. Poison heeft ook effect. Dat heeft Chugga bewezen. Poison heeft een anderhalf. Oké. Nou ja, in ieder geval elke status effect heeft dus ook voordeel. En dan Frozen en Sleep heeft het beste voordeel. Maar ik heb helemaal geen sleep of... Ik heb geen status effect moves. Ik heb false swipe trouwens. Dan heeft hij nog maar 1 HP. Dat maakt het ook alweer een stuk beter. Ja. Dat zou ik doen. Dan heb je ook meer kans. Maar Buggerboy die is gefeind. Oh ja. Dankzij Groudon. Penalty. De middelvinger van het spel zeep dat de Ultra Ball 3 keer bewoog en Arceus eruit kwam. Ja, dat gebeurt heel vaak bij Pokémon. Hey. Het grappige is, we hebben al wat platen gevonden, dus we zouden hem al een type kunnen geven eigenlijk. Maar, we gebruiken geen legendaries. Waar staat die N voor? Welke N? Nou, iemand zei noem hem Captain N. Captain N, daar staat de N voor Nintendo. Ja, want Captain N was Captain N de Game Master. Ja, ik heb de serie volgens mij een paar afleveringen ooit gekeken. Maar ik kan er me niks meer van herinneren. Ik wel, want ik heb hem heel vaak gekeken. Dus... En was het wat? Het was geen groot succes. Nee, het was geen groot succes. Ah. Was waardeloos. Mimé, ik ga Shiny Magikarp in Pixelmon proberen te vangen, tijdens deze stream. Heel veel succes, ik hoop het voor je dat het lukt. Ik ga proberen deze livestream een Eevee te vangen. Ik hoop dat het lukt. Ja. Hè, krijg jij weer een vriendje erbij. 36 pokeballs later. 24 uur. Noem een Magikarp. Names komen dadelijk, jongens. Go Magikarp, legendary. Nou, je stat wil al niet meer omhoog. Dat is al heel erg fijn. Ik hoop dat je er nog een tegenkomt. Dat ben ik. Nou, zelfs de ultrabal wil niet meer shaken. Oh.
nog even zijn pp's helemaal op. The struggle starts. Zeker. Nou, wanneer de struggle starts, is het ook snel over. Ja, klopt. Oh ja, de pokeballs zijn van suiker. Ook al. Arceus, ga nu in je pokeball! Gooi die fastball, gooi die fastball! Ah, oké. Hup, 1, 2, 3. Arceus, nee! Geen eens een Wat verwacht je van de god der Pokémon? Tot hij in zijn bal blijft zitten! Yep. Misschien moet je een lamp gebruiken, of... Duct tape. 1. Hoe gaan ze dan zijn als hij in een Pokéball blijft zitten? Proberen. Ja. Ik ben al de hele tijd Pokéballs aan het chunken. Ik heb nog maar 15 ballen. 5 Pokéballs, 5 Kreetballs en 5 Ultraballs. 1. Ah, ik wou 2 zeggen. Je hebt het nu gezegd. Ja. Oké, okay, jongens. We gaan nou gewoon Pokéball, Kreetbal, Ultrabal, Pokéball, Kreetbal, totdat we klaar zijn met Pokéballs gooien. En als het op is, dan is het op. Ja. Mogen we nieuwe Pokéballs gaan gooien en dan gaat een Arceus wordt het dan niet meer, want zoveel monies hebben we niet. Wat? Geen money? Nee. Oh, dat is niet fijn als er een stukje van je tand is afgebroken. Ah, pijnlijk. Nou, geen idee. Ik heb het nooit meegemaakt, dus ik weet niet of het pijnlijk is. De god van de Pokémon loopt rustig door het gras, komt die zeep tegen. Ga in je bal! Dat is een hele grote kron, dat is een hele grote bezoek aan de Pokéballs erin. Ga er aan jij! Hij gebruikt ook absoluut geen aanvallen meer om mij proberen te feinten of iets, dus... Leg eens maar eens die op, ik zou aanvallen. Hij is de hele tijd cosmic power bear aan het doen. Of natural gift. Zijn pp is raakt op. Come on. He can't do the pp anymore. Struggling with Pokémon. Ja, kom op, onze mens weer drie. We hebben één keer 3 shakes gehad, het is zo niet eerlijk. In wezen is het inderdaad geen god, maar een godlike. Net als die Helix fossiel, want de enige god is Magikarp. Yep. Zou jij ooit niet nu, niet dat ik deze streamserie niet leuk vind, Super Mario Galaxy 2 streamen? Het nadeel van console game streamen is dat het delay heel erg lastig is en dat heel de setup juist alleen voor die livestream dan aangepast zou moeten worden. Plus ik heb er al een let's play van gedaan. 2? Ga je in je bouw nu? Hashtag Duglife. Ah, de Helix fossiel, dat is de boodschapper van de Magikarp. Ja, geen te zeggen dat de Magikarp als eerste stond. Dat is niet waar, Eevee bestond eerder. Eevee is namelijk de koning der evolutie. En toen moest je plaats maken voor je Magikarp. Nee, yeah. Eevee is koning der evolutie. En daar begint de struggle. Dag Arceus. Oké, we gaan dus geen Arceus vangen. We hebben al onze pokeballen eraan verbrast. Alles is op. Jongens, ik wil jullie niet teleurstellen. Wat waren jullie nicknames? Laat maar horen. Komt ook op YouTube. We knippen niks. Dus laat even weten, wat was jouw nickname? Hashtag name en dan de naam die jij eigenlijk van plan was om Arceus de godlike Pokémon te geven. Laat het weten in de reacties, dan gaan wij even ondertussen verder zoeken. We hebben nog een paar Pokéballs, dus kijk wat we hier nog verder tegen kunnen komen. Ja, ik had zo'n goede naam, ja dat laat weten dan. Oké, Luigi48546Zeten. I'm Crazy Gerrian, die zei goddelijk. Triangleman die zei, vernoem hem naar je zus.
Mirtje zegt Jezus. Jordi Hihi zegt aardappel. Xander zegt Xander. GameTubertje zegt Din, Nairu of Farron. Farron? Ah. Farroar zou je bedoelen, denk ik. Naam was Paardbeest van Yo Bro Playing. Sonic Strife zegt Helix Lover. En Blopje mag het zelf zeggen. Blop? Ja. Ja, je mag het zelf zeggen. Ik weet ook niet hoe ik het goed uit moet spreken. Ja, jij hebt hem ingezonden. Prakigam. Prakigam, dat klinkt als een soort van pasta of zo. Prakigam, ja. Oma Star! Wacht, kwam Oma Star niet uit die Helix fossiel? Of Omanyte? Nee, dat is de evolutie van... Ja, Omanyte. Ja. Ja, we kwamen dus nou net Oma Star tegen. Oma! Je Oma Star! Nee, jouw oma. Nee, jouw oma. Een oma-ster. Nou jongens, ik ben bang dat we hier ook geen Eevee of evolutie tegenkomen. I knew it. Ik kom wel een random trainer battle tegen. You are challenged by Greg. Gregory? Treimeister? Wat doe jij hier? He's fine. Oh boy, het is een Nidoran. Wat ben ik bang. Oh, Nidoran, snel, geef het op. Alleen Jackson kan het trouwens stoppen. Nou, ik ben nou Noot een beetje aan het trainen. Ik bedoel, vergeet niet, we hebben dadelijk alweer een gym voor onze neus staan, hè? Nou, we doen nog eventjes, laten we zeggen, na deze nog 2 encounters en dan lopen we weer verder, want we komen nou de hele tijd dezelfde Pokémon tegen. Kans is groot dat we nog een Arkies tegenkomen, maar die negeren we gewoon. Ah, waarom niet, Zeep? Waarom wat niet? Wat mis ik? Heeft Vijetel nog iets anders gezegd? Nee, ik zie het niet. Waarom? Random Gengar is random! Ik weet ook niet bij die opmerking op wat die slaat. Leg uit! Vertel! Niet te snel, ik schrijf mee! Ja, wow, wacht even. Ja, ik heb hier mijn pen. Ik heb hem hier. Heel goed. Mooi. Objection! Objection tegen jou, objection! Objection tegen jou, objection dat je mij object! Ja, wacht even. Maar ik moet checken. Hij likte je. Ja, ik weet het. Ranzig. Oh, Turtledale! Dat is een start. Die moet gevangen worden. Weet je waarom voor deze? Het is de eerste partner van YouTube. Hiervoor gaan we een stickerveldje geven. Oeh. We gaan deze vangen. En degene met de leukste nickname, die krijgt een leuke stickervel van Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Gesponsord door Gamepit. Dus... ik zal hem nog een keer even leuk in beeld laten zien. Dus we gaan deze proberen te vangen. Hartstikke leuk. Wow, is dat Sonic? Nee. Ja, Sonic. Sonic is the final move. Sonic. He has an attitude. Succes, Gerjan. Jij niet, jongens, ik ben totaal onpartijdig, hè? Dus echt, wat ik, als ik een leuke naam zie, dan zeg ik al gelijk van ja, dat wordt hem. Yep. Dus, maar ik geef iedereen de kans, hè? Dus ik ga niet gelijk roepen van, ah, wat een leuke naam! Iedereen krijgt de kans. Wacht. Maar dat is pas als we hem hebben gevangen. Wacht tot hij gevangen is, inderdaad. Ja. Eén. Desnoods ga ik pokeballs halen en raak hiervoor terug. Totodile moet gevangen worden. I take no one answer.
Kom op, je bent geen Arceus. Jij blijft gewoon in je bal. Ja, doe hem Arceus. Oh, hij heeft nou al rage. Totodile's rage is building. What? Kom op. 1, 2. Oké, ik weet nog welke Pokémon. Geen naam voordat hij gevangen is. Ik negeer alle namen toch nog steeds, dus Dus wacht tot hij gewonnen is en dan mag je je naam zien. Ik ben bang namelijk dat hij 1, 2, 3. Yes! Ik had nog 1 Ultra Ball in deze! Oh, de laatste doet het gewoon. Dat was close. We hebben Totodile, oké. Hashtag name en de nickname die je dus wil geven aan Totodile. Laat het weten en misschien win jij deze stikkervel van Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Eens even kijken, wat hebben we? S-C-H. Oh, ja. Ja, ik zie hem. Nick heeft hem al opgeschreven. Denk ik. Snappie? Hij komt niet in ons team. Maar hij komt zeker wel, op de YouTube video. Nou, ik probeer nou eventjes zo snel mogelijk toch nog even terug richting de City te gaan. Omdat al onze Pokémon bijna geveend zijn en we bijna helemaal geen Pokéballs meer hebben. Als alleen maar een Ultraball en als nou een Eevee tegen kan komen dat ik echt huilen. Omdat ik hem net niet kan vangen omdat ik helemaal geen Pokéball meer heb. Nee. Dus! Hopelijk heb ik genoeg cash om wat Pokéballs weer te kopen. Sorry, I can give Chris. Sorry, I can give balls. You want them? Nu heb ik dat deuntje in mijn hoofd. Zeep snapt het niet. Ik snap het niet. Dat had ze zich kunnen snappen. volgende keer bij Pokémon. Snap jij of snap ik? Oh, en dan komt die enemy. Oh nee. Ja, snap je hem? Ja, snap je hem. Oh, echt, ik vind het wel erg. Onze, onze Noot. Noot. Hij heeft nog maar 1 HP. Oh. Nou, ik heb nog 1 stikkervel en ik heb nog steeds... Maar die code die is echt alleen voor een evolutie als we hem tegenkomen. Het is de laatste code die ik heb. Ja, die bewaren daarvoor is wel het leukste. Fairytale is gemeen. Eevee komt nu maar tevoorschijn. Zeep kan je nu niet vangen. Ik heb nog 1 Ultra Ball. Wendbat al gevangen. Maar dat zou wel saai zijn. Stel je voor als je nu Eevee krijgt, hè? En gewoon die 1 Ultra Ball gewoon net niet lukt. Ja, of net mist hem. Ja, 3 shakes en dan. Nope. Net zoals Arceus. Dat zou ik dan inderdaad verwachten. Ja. Volgende keer bij Pokémon Soul Silver Randomizer. Het snappen van het raadsel. Tadaa. Glitch is allemaal opgelost. Dat is misschien het beste, ja. Dus, wij moeten Pokémon healen. Jongen. Wanneer weet je ongeveer? Ja, als hij het weet. Nou, ik weet, er is een evenement in Den Haag waar ik aanwezig zal zijn. Nee, inderdaad. Hoe moet ik je dan nu een handtekening opsturen via... Kever van Manon? Bedankt voor het volgen! Je bent geweldig! Dat is even moeilijk te lezen, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat ik je naam goed heb gezegd. Volgens mij was het Keverfan van de wagenkever van Volkswagen. Snappie? Kever Manon. YoBro Playing, ik vind het best dat training request wordt gegeven. Maar friendcodes die moet je dan wel eventjes naar elkaar whisperen. En niet openbaar in de chat gooien. Want wij van Studio CP20 vinden het heel erg belangrijk dat privé informatie privé blijft. En Sonic Strife. Ja, Sonic Strife. Bedankt voor de follow, je bent geweldig. heb ik monies? Ja, ik heb wel wat monies. Niet veel. Ik denk dat ik beter meer pokeballs kan kopen als... Fairytale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6.
Bedankt voor de follow, je bent geweldig. Ja, ik ken nog 5 Great Balls eventueel erbij kopen. Doen we. 6. Ik kan er zelf 6 kopen. Nee, 5. Dan hebben we 10 Pokeballs. 1 Primebal. 5 Great Balls en 1 Ultra Ball. Daar doen we het voor. Ik wil graag een handtekening. Via de post. Daar gaan we niet aan beginnen. In ieder geval, voor YouTube, ik laat het eventjes bij deze aflevering. Ik wil eventjes een slokje drinken nemen. Dus vind je dit nou een leuke aflevering? Laat weten wat jouw leukste momentje was in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En wil je zelf nou ook een keertje bij zo'n livestream aanwezig zijn? In de beschrijving daar hebben we een linkje naar Twitch. Dan kom je automatisch bij het Twitch kanaal ZeldaPlay20 uit. Kun je op de follow knop drukken en dan krijg je automatisch een berichtje wanneer dat wij live gaan. Via de follow optie. Dus dat is altijd hartstikke makkelijk. Wij gaan nog heel eventjes door met livestream. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer. Dus tot dan. Doei! Doei! Doei.